Wij zijn de insiders van EMU Utrecht. Mijn naam is Anique en ik doe de opleiding onderwijsassistent. Mijn naam is Lisa en ik doe de opleiding sport. En wij gaan het vandaag hebben over de docentenbegeleiding. Dat is wel leuk. Ja. Wat komt er in je op als ik zeg docentenbegeleiding? Spontaniteit, eerlijkheid, betrokkenheid. Wat denk jij aan? Sowieso sportief. Mm-hmm. Dat zijn de meeste docenten bij mij wel op school. Yeah. En sowieso zijn ze inderdaad betrokken. Ze willen je graag helpen, dus ja, dat is echt heel fijn. Heb je voor elk vak zeg maar dezelfde docent? Want ik heb bijvoorbeeld 2 vakken, 1 docent. Iemand geeft bijvoorbeeld hockey, maar die kan ook rekenen geven, ik zeg maar wat. Het verschil per periode. Soms is het wel gebeurd bij mij dat ze dan 2 vakken geven, maar het komt heel weinig voor mij. Hoe merk je dat docenten zelf praktijkervaring hebben? Dit jaar gingen wij met een docent die ook op de basisschool heeft gewerkt. Ja. Een aantal jaar gingen we rekenles geven, tenminste die docent ging rekenles geven. Ja. En wij moesten met de hele klas moesten die rekenles gaan volgen. Mm-hmm. En toen ging zij tijdens die rekenles uitleggen, oké, hier moet je opletten bij de opbouw, hier moet je lesdoelen behandelen. Ze vertellen soms ook een beetje een verhaaltje van wat ze vroeger hebben meegemaakt. Dus dan denk je, dat kan bij mij ook wel eens voorkomen. Ja. Of dat klikt dan een beetje. Ja. Hoe zou jij je mentor omschrijven? Heel aardig, betrokken. Ze is heel betrokken tijdens de les, maar ook gewoon, je kan een gesprek met haar aangaan over van alles en nog wat. Ik vind mijn mentor ook heel erg aardig, heel erg lief, heel erg betrokken. Tijdens de mentoruren vraagt ze altijd aan het begin, hoe gaat het met jullie? Oh, ja. Ik kan altijd haar mailen, ook haar appen, want ik heb ook een studenten-app. Wie vind jij een docent nou echt goed? Nou, diegene moet sowieso denk ik aardig zijn. Dat is wel heel belangrijk. Ze moeten een beetje positief zijn, respect hebben. En ik denk dat het ook niet alleen maar om de lesstof gaat. Nee. Maar ook over hoe de studenten zich voelen. Ja. Dat ze er ook rekening mee moeten houden. Want als een student zich niet goed voelt, kan hij ook niet goed de les volgen. Ja. MBO Utrecht heeft wel goede docenten. Ja, echt wel. Ja.